the greatest thrill for a musician? Weet u de grootste gave voor een muzikus? Voor degenen die Jezus lief hebben. Is to be able to be used by the Holy Spirit. Is om gebruikt te kunnen worden door de Heilige Geest. I don't mind that a bit. En dat vind ik helemaal niet erg. And to allow the Holy Spirit to play and to sing through you. En om de Heilige Geest toe te staan om door jou heen te spelen en te zingen. You know, we've had a bit of experience with this. Weet u, we hebben daar nogal wat ervaring mee. A couple of years ago we were ministering in Germany. Een aantal jaren geleden waren we in Duitsland en mochten we een dienst doen. And we were at a retreat for born again spirit-filled symphony players. En we waren op een retraite van wederom geboren symfoniespelers. I didn't know there was such a creature, you know. En ik wist niet dat er zoiets bestond. And there were about 75 of them. En er waren 75 van hen bij elkaar. It was like heaven. En het was alsof we in de hemel waren. And they would, you know, they would be peppered throughout the congregation here and there, you know. En weet u, ze waren als het ware gepeperd gewoon. Waren ze a French horn here, a clarinet player here, a violinist here, a flute over there. En het was allerlei verschillende muzikanten en dan zo door de zaal heen. And they began to just minister unto the Lord in songs that they never knew. En ze gingen zomaar spelen in liederen die ze helemaal niet kenden. And to just allow the Holy Spirit to minister to one another. En ze lieten het toe dat de Heilige Geest door hen heen speelde en dat ze elkaar zo konden bedienen. And they also had a burden for Israel. I thought, oh, isn't this wonderful? I don't even have to explain it. En weet je, ze hadden allemaal ook een last voor Israël en dat vond ze fantastisch, want dan hoef ik helemaal niks uit te leggen. And so ever since that precious time that we had with them. Nou, sinds die fantastische tijd die we met deze mensen gehad hebben. I got up the courage. Heb ik de moed opgenomen. And I said, well, Lord, if you want to use me as a single violinist or violist to do this, I'll do it. En ik zeg, oké, heren, als u mij wilt gebruiken als een eenvoudige violiste, dan wil ik daar ook dat met de viool wil ik dat doen. But I said, Lord, what is it you want me to play? En dan zei ik, heren, maar wat wilt u dat ik speel? Nothing that you've ever written, that's for sure. Nou, iets wat je in ieder geval nog nooit geschreven hebt, dat nothing zeker. Nothing that is Bach or Mozart, that's for sure. In ieder geval niet wat van Bach of van Mozart is. It's going to be fresh from heaven. Maar het wordt vers, fris vanuit de hemel. The Lord showed me once that God has a whole storehouse of songs in heaven. En God heeft me eens laten zien dat hij een heel warenhuis heeft vol met liederen en die liggen er allemaal nog. And the reason why we don't have them. En de reden waarom we ze niet hebben. Is because nobody has paid the price for them. Is dat niemand nog de prijs ervoor betaald heeft. The Lord has a new song. De Heer heeft een nieuw lied. And it might be guidance. En het mag. It might be comfort. Het mag een leiding zijn, het mag troost zijn. It might be joy. Het mag vreugde zijn. Who knows? Wat? But we're going to trust him right now, okay? Maar we gaan hem nu vertrouwen, okay?